Sportclub Heerenveen heeft het droevige bericht ontvangen dat Chris de Wacht zondag is overleden. De Friese trainer en oud-profvoetballer was geruime tijd ziek en mocht slechts 34 jaar worden. De Wacht was sinds de zomer van 2017 actief als trainer van Jong Heerenveen. Gedreven, vol passie en met een duidelijke visie ging hij met de talenten aan de slag. Ja, het is mooi. Ik ben in Snits. Ik ben haartrainer van een club in Snits. Ik werk hier nu bij Heerenveen. Dat is 15 kilometer verder. Ja, dat is een... Ja, maar San Grutte, Friese club nog. Dat is een doelskeerder om daar een functie te hebben. Dus dat is... inderdaad ben ik er heel erg blij mee. Top, dankjewel. Oké, geen dank. Met het belofteteam is de voormalig speler van sportclub Cambuur, FC Os en ONS Sneek in zijn eerste seizoen meteen de kampioenslag. Maar naast vreugde was er ook verdriet. De Wacht werd in zijn periode bij Heerenveen tot 2 maal toe, eerst in 2017 en later in 2018, geconfronteerd met kanker. In plaats van zijn passie uit te oefenen, vocht de Wacht voor zijn leven. En in deze zware, intensieve periode vond hij af en toe zelfs nog kracht om binnen de jeugdopleiding van Sportclub Heerenveen te assisteren. Eind november bezocht de zieke de Wacht de thuiswedstrijd tegen Vitesse. De spelers van Heerenveen droegen bij betreden van het veld speciale shirts. Het werd een emotionele, indrukwekkende avond waarop de ploeg met 3-2 wist te winnen. We fight together and this win was for him and for his family, so we happy. Sportclub Heerenveen verliest met Chris de Wacht een zeer gewaardeerde collega en wenst Chris en vrouw Marielle, hun kinderen Fayen en Novan, familie, vrienden, collega's en iedereen die hem kende ontzettend veel sterkte.